zorgt ervoor dat degenen die geen knip voor de neus waard zijn, keihard worden aangepakt. Nu bij Jorin, Booby Trap. Locked On Studio. Is weer geopend en vanavond zullen er weer een aantal verdachten worden beoordeeld. En veroordeeld natuurlijk door een zeer deskundige jury. De jury is er helemaal bij vanavond. En vanavond wordt de jury voorgezeten door de immer charmante, integere en nooit bevooroordeelde Dusty de Diva. Niemand heeft zijn straf nog kunnen ontlopen. Nee. Is er op een of andere manier een mogelijkheid dat iemand dat nog wel kan in deze aflevering? Ik heb een nagevoel aan mijn water. Oh jee. Dan hoop ik dat de eerste verdachte van vanavond daar goed tegen kan, tegen het water van Dusty. Dames en heren, hier is Alex Polman. Ik weet niet of jullie het weten, maar zo wordt er een held binnengehaald. En ik geloof niet dat jij een held bent. Niet dat ik weet. Het is een beetje aan de hand. Niks. Ben je een beetje zenuwachtig? Ja. Zullen we eens even gaan kijken wat de aanklacht is tegen jou? Ja, dan ben ik ben wel nieuwsgierig. Oké, hier komt de aanklacht. Door al die jaren van mooie verhaaltjes heeft hij het echt verdiend om nou eens een keer lekker in de zijk genomen te worden. Alex moet gewoon met een paar korreltjes zout nemen. Met name wat zijn beroep betreft, dat geloof hem niet. Het is een bloemenjongen en het is zeker geen piloot bij de luchtmacht. Een jongen met een grote bek, om het even plat te zeggen. Het is zeker geen Schwarzenegger, maar zo wil hij zich wel eens voordoen als een oude commandokrijger. Het is eigenlijk een heel uw mannetje, maar ja, dan doet hij zijn kleding aan of dan komt hij bij iemand langs en dan doet hij de 3X uit. En dan blijft er weinig Alex over. Ja, dat zijn al je vrienden. Ja. Ja. En je vrienden hebben ervoor gezorgd dat je hier staat, in dit instituut. Er zijn nog een aantal getuigen. Ja. Die hebben ook een verklaring hebben ze aan ons gegeven. Ja. Laten we daar eens naar gaan kijken. Ja, is goed. Hij is de man, hij is de macho man. Een van zijn bekende uitspraken is ook: mannen zijn jagers. Alex houdt ook behoorlijk van mooie blonde vrouwen met grote voorgevels. Maar ze weten ook allemaal dat het een bloemist is en niet een vliegenier of een F-16 piloot. Alex heeft een enorme grote bek, dus vandaar dat we hem goed op zijn plaats willen zetten. Dan zijn we in de kroeg en dan: jongens, kom op, mannen zijn jagers. Alleen als puntje bij paaltje komt, dan... ja, fiets je toch alleen naar huis? Ja, heb je hier nog iets tegen in te brengen? Nee, weinig. Er is geen weg meer terug. Aparte Alexander. Alexander Polman. Alexander weet werkelijk alles van bloemen. Maar ook van... vrouwen. En geld. En
kunst en vliegen en televisie en ook weer van vrouwen. Alexander Polman uit Utrecht is dol op uitgaan. En bij iedere vrouw die hij dan tegenkomt, doet hij zich weer anders voor. De ene keer is het een bankdirecteur en dan is hij piloot en dan zegt hij weer dat hij kunstschilder is. Soms vertelt hij zelfs dat het een televisiepresentator is. Kortom, Alexander is werkelijk van alle markten thuis. Nou, laten we maar eens even gaan kijken of je daadwerkelijk zo'n held bent, Alexander. Soms zit het mee, soms zit het tegen. In het leven loopt nu helemaal niet alles op rolletjes. Aan een rolstoel gekluisterd en tot overmaat van ramp ook nog ruzie met je vrouw. Ach, vent, loop toch heen. Dan ga je maar naar huis. Ja, daar word je ook niet echt vrolijk van. Een knallende ruzie. Uitgerekend op de dag dat je vrouw jarig is. Dan gaat er een belletje rinkelen. Maar gelukkig nog niet bij ons slachtoffer. Alexander Polman, beroep bloemist. Ja, mooie bos. Helemaal goed. Heel mooi. Ja, helemaal knappe joekel. Zullen we de duiven dichten? Ja, doe maar dichten. Die bos is voor mijn vrouw. Die is jarig vandaag. Alleen, ja, denk ik wel. Ze zit boven. Ik kan een beetje last naar boven. Zou jij me naar boven kunnen brengen? Want ze is jarig en we hebben een beetje ruzie. We hebben altijd op een manier hebben we op haar verjaardag altijd ruzie. Dus ja, maar, dus dan ga ik mee helemaal. Ja, precies. Verrassing voor haar. En daar gaat Alexander. Zeg het met bloemen, dan ga je in Booby Trap zelf compleet naar de knoppen. Tenminste, als het je schikt, Alexander. Hallo? Hallo? Hallo. Hi. Ik heb een bosje bloemen voor je. God, dat is een paar. Joekel, hè? Ja, kost een paar centen, maar het is voor het goede doel, zullen we maar zeggen. Zal ik hem neerleggen voor je? Ja. Heb je die zelf gemaakt? Wat zegt ze? Heb je dat zelf geschikt? Dat heb ik zelf geschikt, ja. God, echt prachtig. Wat kan je dat mooi, hè? Wil je een stukje taart? Nee, dank u. Het is mijn verjaardag. Ik vind het wel leuk als je eventjes... Wat is er aan de hand, hè, Alexander? Last van bladluizen? Ik heb ruzie. Ik zit in mijn eentje taart te eten. Vind het zo vervelend. Kan jij ook, neem je ook even een stukje. Ga even zitten. Nou. Ja, doe nou even rustig. Neem een stukje taart. Normaal bezorg je toch alleen bij oude taart, hè? Heb je mijn man gezien? Dat was beneden, ja. Ja, die heeft de deur voor me open gedaan. Hoe was hij? Hoe was hij? Ja, slechte been, maar dat zal ze toch wel weten. Dat ik ze naar boven moest brengen. En ja, dat ze ruzie hadden. Maar ja, daar weet u alles van, mevrouw. Ja. Zal ik... Hé, die bladluizen. Moet ik even in het water zetten? Is dat niet meer? Kan je niet even gaan zitten? Ik zal wel even kijken of ik hier een vaas heb. Ga maar, wil je een kopje koffie? Nee, dat ik heb echt heel veel te doen. Mijn auto staat ook nog open. Ik vind het echt heel lief. En echt, ik kan er niet die hele taart in mijn eentje op eten. Kom op, Alexander, die paar calorieën. Maar, ja. De bladluizen lopen nu in Polonaise naar beneden. Nee, dat snap ik ook wel. Het is ook niet jouw probleem. Ik heb gewoon problemen met mijn man, weet je. Ik vind het gewoon een beetje eng om hier alleen te blijven. Ja, maar we zijn al in relatietherapie geweest. Relatietherapie? Ja, dat is niet zo best. Dan zal extra kunstmes hier wel niet helpen. Ik vind dat je altijd eerlijk moet zijn. Ja, en dat zegt ook iedereen, ik ben eerlijk. Maar het echt zijn is natuurlijk wel, hè? Ja, dat is een groot verschil. Ja. Wijze woorden, Alexander. Geen wonder, een bloemist leest natuurlijk de boeketreeks. Ik durf niet zo goed naar beneden. Kan je even een vaas halen? Shit, een vaas halen. Ik wil weg uit die blijf van mijn lijfhuis. Ja, ik vind het een hele rare situatie eigenlijk, man. Ja, hoezo wat dan? Nou, ik kan bloemen afleveren. Terwijl de vrouw des huizes even tot zichzelf komt, brengt onze postiljon Damour verslag uit. Wat zei ze nou? Alexander zoekt naar woorden. Ja, hij kan natuurlijk moeilijk zeggen. Ze denkt dat jij neukt met een ander. Dat het niet ging. Ja, we zijn er over in therapie, maar... Ja, ze had het over therapie, maar... Wat zei ze daarover? Hoe bedoelt u? Nou, ze denkt altijd, ze zegt tegen iedereen dat ik het met dat mes doe. Ja, ze zeggen ook wel eens dat ik wat met een vaas heb. Ja.
dat zei hij wel, ja. Maar... Nou, ik ben hartstikke blij dat je er bent, want ik, ja. Ze wil niet met me praten. Dus ja, nu word ik tenminste nog een beetje wat van, hè? Ja, dat is een hele vervelende situatie. Ja, dat is niet echt leuk, nee. Ja. Altijd op haar verjaardag is het mis. Dat zal ik dan eens even goed onthouden, dat ik volgend jaar hier geen bloemen bezorg. Ja, breng maar gewoon even naar boven. En zou je haar willen vragen als ze beneden wil komen? Want ik kan niet naar boven. Ja. Alexander bezorgt bloemen. Als hij op een goede dag bij een echtpaar een fraai boeket aflevert, raakt hij verwikkeld in een echtelijke ruzie. De echtgenoot, gekluisterd aan een rolstoel, is beneden. De vrouw zit boven. Als een bemiddelaar pendelt Alex tussen beiden op en neer. Trap op, trap af. Zo, daar ben ik weer. Oh, hij ben vast gelukkig. Ja. En hoe is mijn man? Hoe gaat het beneden? Nou, hij vraagt vragen nu, hè? Hij vraagt vragen. Ja, ja. Ja. Doet hij aardig of is hij onvriendelijk tegen je? Hij is aardig. U bent er ook aardig voor me. Oh, wacht even. We gaan hier niet zitten, Jans, hè? Waarom zou iemand onaardig tegen me zijn? Nou, hij is gewoon tegen mij niet aardig, weet je. Ja. Ik mag niet eens naar buiten. Nee. Nee. Sneuvelen. Ja. Internet heb ik aangeschaft omdat ik dacht, nou, dan kan ik in ieder geval nog een beetje communiceren met de buitenwereld, weet je wel. Nee, ik weet het niet. Ik wil het niet weten ook. Kan je mij helpen? Nee, ik neem... Kan je mij helpen? Want ik wil hier weg. Kan ik met jou meegaan? Ik kom zo buiten. Kan je mij bij het station afzetten? Al breng ik u naar Barcelona in te zien. Een beetje peuneveu, denkt Alexander. Het is allemaal heel sneu, maar ik ben het beu. Ik ga nu naar beneden en ik kom niet meer naar boven. Ik ben bloemist. Geen taxichauffeur. Ik weet niet wat voor situatie ik hier zit, maar ik ga het liefst gewoon lekker naar mijn werk en verder mee werken. Want ik vind het eigenlijk niet leuk zo worden. Maar, prima. Ik vind het prima dat je, ik begrijp dat je er vandoor wilt. Nou, je moet weten, we zitten in de kernsdrukte. Ik ben even in mijn eigen autootje gesprongen en hier naartoe gesjeust. Ja. Gelukkig kon ik het zo vinden. Natuurlijk, snap ik. Nou, mijn vrouw heeft boven het geld liggen, dus moet je mij van haar vragen. Ja. Nee, hè. Niet nog een keer naar boven. Maar ja, hij moet wel, want als zijn baas die bos van zijn loon afhoudt, ja, dan heeft hij eigenlijk de hele week voor niks gewerkt. Ja. Nou, kom op met die poen, dan kan ik weg. Ja, ik ga met jou mee. Alexander krabt zich nog eens op het achterhoofd. Hé, wat jeuken die kringen. U zou ook de bloemen betalen. Ja, dat is goed, maar ik betaal je als ik in de auto zit. Auto? Niks auto. Ja, van niet of dat zo'n goed idee is, mevrouw. De bladluizen hebben zich nu over het totale lichaam van Alexander verspreid. Zet me gewoon af bij het station. Ik wil gewoon weg. Dan krijg je in de auto geld. Ik wil hier gewoon weg. Ik durf niet alleen langs de N met mijn buurtkant. Alexander schat zijn kans in. Als hij geld wil zien... Ja, dan zal hij toch echt mee moeten naar het station. Ik zon van je bloemen, hè? Ja, ik kan me niet schelen, die bloemen. Pardon? Man, als je weet wat hij doet, hij komt er soms aan met een hondbalknuppel. Dat is echt niet lekker. Noodgedwongen loopt Alexander achter Yvonne aan. Als ze maar discreet de woning kunnen verlaten. Oh, hè? Dat is nou jammer. Shit, is die vende ondertussen naar Loerdes geweest? Kijk uit! Is dat allemaal? Nee, zo. Nou, ho, Alexander. Godver. Kijk nou toch uit, kom! Comediant of niet, maar die hondbouwknuppel is wel degelijk van echt hout. Nee, ik val helemaal niet de trap af. Ik trap hier niet in de slaap, want de tyfus kan uitschelden. Alexander, die alle 703 afleveringen van Derek heeft gezien, probeert Alwin te overbluffen. Zo, nou ja. Kijk maar, als je mijn geld, ga ik weg en zoek hem maar uit. Zo is dat. Hollandse kan het niet. Je mag best je vrouw in elkaar rammen, als je maar wel eens je bloemen betaalt. I have a message for you. Ah, nee, dat meen je niet! Shit! Tegenlijers, hondenloer! Hoe is dat? Oh, Alex, oh, Alex. Heb je ervan geleerd? Jawel. Waarom vertrouw ik je niet op een of andere manier? Omdat je me zo gaat vragen of je mij hier terug wil zien. Nee, dat ga ik niet vragen. Want als jij zegt van ik kom hier nooit meer terug, vind ik het prima. Nou, afgesproken dan. Dus je gaat het nooit meer hebben over dat je Schwarzenegger kan imiteren... en dat je piloot bent en dat je overdrijft in de kroeg? Dat zou je nooit meer doen? Dat doen we nooit meer.
Je krijgt van de heer Van Trap de bom, waar de watch in zit, de booby watch. Met de mededeling, watch out, en ik denk tot volgend jaar. Alexander Polman, dames en heren.